ROC Nijmegen is tevreden over de eerste ervaringen die zijn opgedaan tijdens een pilot met stage matching. Hierbij worden studenten voor hun stage zonder overleg met werkgevers bij een leerbedrijf geplaatst. De school wil nu op meer opleidingen gaan werken met dit systeem, dat stagediscriminatie moet bestrijden. Het ROC van Nijmegen is een van de eerste scholen in Nederland die het afgelopen studiejaar ervaring heeft opgedaan met stage matching. De school koppelt leerbedrijven en studenten aan elkaar op basis van objectieve criteria. Een student hoeft zelf niet op gesprek te gaan bij het leerbedrijf. Basisschool De Dromedaris en de gemeente Beuningen trapten vorige week af met High Five. Een beloningssysteem waarbij kinderen op weg naar school lopend of fietsend punten kunnen verdienen door een tag te scannen bij elektronische paaltjes. De school en de gemeente willen kinderen en ouders ertoe bewegen vaker te voet of met de fiets naar school te gaan.